Zijn expressie. Overal, welkom. Ja. Welkom. Ja. Ik heb begrepen dat je een zeer belangrijk product brengt voor Suriname. Ja. Ja. Met heel veel plezier geef ik u. Deze kant. Ja. Ja. Ja, fijn dat ik hier vandaag sta. Het was de bedoeling om het vorig jaar aan te bieden, maar corona gooit de roet in het eten. Dus ik ben nu weer hier om u dit op te geven. Dank u wel, mevrouw Ellen de Vries. Ik denk dat velen haar kennen, ook velen die haar niet kennen. Maar ik ken haar vanaf mijn betrokkenheid bij de politie. Ik heb contact met haar gehad. Eén ding weet ik, er zijn weinig buitenlanders die zo betrokken zijn met Suriname. En een persoon die durf toont, moed toont om achter de feiten aan te gaan. En soms met veel risico's van haar eigen leven, maar daarmee geeft ze aan dat ze een professional is. En om je werk op een professional wijze te doen, neemt ze dat risico. Is ze grensoverschrijdend vaak bezig. En dit is een voorbeeld van een boek over Hans Valk, waar wij zoveel al gehoord hebben. In de media, in interviews, in verhalen. En ik denk dat het echte verhaal vandaag door haar geschreven aan ons gepresenteerd wordt. Een onderdeel van onze geschiedenis en een geschiedenis die wij moeten kennen, vooral de jongeren moeten kennen. Ik heb het nog niet gelezen, maar wat ik wel tot nog toe ervan gehoord heb. Een geschiedenis met een donker bladzijde. Voor ons als land, maar daaruit moeten we leren. Daaruit moeten we leren een beter samenleven te worden. Daaruit moeten we leren om niet bitter van te worden, maar beter van te worden. Door de geschiedenis in dit boek aan mij te overhandigen, overhandigen zij dan ook de geschiedenis via mij aan de Surinaamse samenleving. En ik nodig iedereen uit om het te lezen, om, zoals hier met een ziel is aangeven, om het geheime document goed door te nemen. In dit boek, Hans Valk, over een Nederlandse kolonel en een coup in Suriname, 1980. Ze zal haar reden hebben waarom ze juist in deze periode, ze doet haar corona, maar ze zal haar reden hebben waarom ze juist in deze periode dit boek aan mij komt overhandigen. Ik zal het lezen, ik heb nu al het gevoel dat er heel wat feiten in zullen voorkomen waarvan ik zelf nog geen kennis van draag. Maar het zal mij en de samenleving goed doen om de waarheid onder ogen te zien. Zeer veel dank. Ja, en op Suriname veel leesplezier toegewenst. Many thanks. Oké, goed.